Ladies and gentlemen, Vlogmas is officieel weer begonnen. Hoi en welkom bij een eerste Vlogmas van 2017. Het is vandaag 1 december en ik zit aan de tafel, want ik ben aan het ontbijten. Het is namelijk 7:30 ochtends. En ik wil bij deze heel graag Vlogmas 2017 officieel weer openen. Ik heb vandaag een hele leuke dag op school. Een leuke dag. We hebben in de voormiddag verkiezingsproject. Dat gaat zo over alle partijen en al. En dan moeten we zo nep gaan stemmen. En dan hebben we deze namiddag kerstfeestje in de klas. En ik ga mijn camera meenemen, want ik had dat voorgesteld en ze vonden dat allemaal wel een leuk idee. Dus dat ga ik ook doen. En ik moet nu echt snel gaan eten, want anders kom ik te laat op school. Dus ik zie jullie straks in de klas. Bijna 4:45 en ik ben terug thuis. Ik heb het zo vast. Ik ben terug thuis en vandaag was het eigenlijk wel een leuke dag op school. We hadden in de voormiddag natuurlijk het verkiezingsproject en dat was best wel eens leuk om mee te doen. En ja, dan heb je natuurlijk ook geen les, dus dat is positief. En dan in de namiddag hadden we nog een uurtje Nederlands. Dan hadden we ons gezellig kerstfeestje. Ik vond het echt heel leuk. Ik heb een leuk cadeautje gekregen. Lies was ook blij met mijn cadeautje. En ja, voor de rest was ook de sfeer en al gezellig. En dan daarna hebben we nog een uur Frans gehad. Maar hebben we ook niet echt keiveel meer gedaan. Even een luistertest. Maar ja, dat was snel klaar. En ik ben me nu aan het omkleden, want ik moet gaan dansen. Ik heb wedstrijdtraining van 6:45 tot 8:00. Dus ik ga na mijn wedstrijdtraining nog wel even deze vlog. Dus ik weet niet of ik jullie vandaag nog ga zien. En dan voor de rest ga ik nu mijn kleren verder aan en dan ga ik avondeten. Ik doe dat altijd voor de training. En dan ga ik daarna dansen en daar heb ik best wel zin in. Al ik ben wel een beetje moe. Dus dat is zo, snap je? Elke vrijdag kom ik zo thuis en denk ik, oh my god, moet ik nog gaan dansen? En dat is een best wel intensieve training altijd, maar zwart. Ik moet voortdoen, want anders ben ik te laat. Ik zie jullie misschien straks nog. En ja, anders niet meer. En mijn dorst. Wow.
Oké, even de camera doen. Haar doen. Oké, haar los. Ja. Ik ben terug van de training. Het is nu bijna. Ja, het is nu 20 voor 9. En ik heb geen bril op, want ik heb lenzen in. En ik ga nu de douche. Dan ga ik nog een pudding eten. En daarna ga ik deze vlog online zetten. Allee, online zetten. Ga ik die bewerken en uploaden, zodat die morgen om 4 uur online komt. Dus eigenlijk als jullie dit nu zien, of als jullie dat wel later zien, hij is dus zondag, nee, zaterdag 2 december om 4 uur online gekomen. Trouwens, mijn vlogmas gaan altijd om 4 uur online komen. Dat is toch mijn bedoeling, dat die om 4 uur online geraken. Vlogmas is best wel veel werk, moet ik toegeven. Oh, en ik heb echt super veel dorst. Hè. Als je zo 2 uur, al ik ben na 2 uur getraind heb ik echt altijd super veel dorst. Oké. Ja, dat was dus eigenlijk de eerste dag van Vlogmas alweer. Bij deze sluiten wij deze vlog af. Hopelijk kijken jullie nog verder heel Vlogmas door van Floor. Ho, pret, pret, kerstdagen. En tot volgende keer. Ciao, peace out.